Hey mensen, vandaag is het day en ik zit in de auto. Ik zit in de auto. Ik ga vandaag met mijn broertje en mijn moeder ga ik naar de verjaardag van mijn opa toe. Hij wordt... mijn haar zit niet. Oh, mijn moeder komt soms in beeld en haar haar moet goed zitten. Oh my god. En we gaan dus naar mijn opa's verjaardag. Hij wordt 73 jaar. En ik heb hem al gefeliciteerd op Twitter, maar ik kreeg ineens een mention van hem. Oh wacht, misschien omdat hij zo oud is dat hij nog geen Twitter heeft, maar oké. Hij wordt 74 trouwens, hè? 74? Oh. En zo zijn er 73, man. Hij is van 1939. My bad. Dan ben je toch 74? Ja, dat weet ik dat niet. Ik wist niet dat hij zo oud was. Ik vroeg net, kijk, wij hebben net een cadeautje gehad, Enzo en ik. Yo, Enzo. Yo. Wij hebben net een cadeautje gehad. We hebben namelijk een sigaar gehaald voor hem. Want mijn opa die houdt af en toe wel van een lekkere sigaar. Hij rookt verder niet, maar hij houdt wel van een sigaar af en toe. Op zijn tijd. En toen stonden we bij die kerel. Bij die verkoper. En toen zei ik tegen jou. Hoe oud word je eigenlijk? 73 zei ik. Ja, maar hij wordt 74. My bad. Maar joh, ik onthoud dat ook nooit. Ik denk namelijk nog steeds dat mijn moeder elke jaar... 30 wordt, in de 30. Ja. En dan elke keer zegt ze van nee. Nee, je wordt toch 30? Zo zie je er ook uit. Ja. Nee, maar ja, we gaan er zo heen en ik zal zo meteen even dan met mijn opa en oma een vette vlog maken, man. Het is de DHD opa en oma vlog. Ik ben een mooie vraag. Ja, ik zag hem. Oh. YOLO. Ik zei YOLO, kamerleven. Oh, waar ben ik nou? Ik zit weer in de auto. Alweer gewoon. Wat de hel. Maar nu heb ik een andere bestuurster, noem je dat? Ik weet niet hoe je dat noemt, maar in ieder geval. Ik heb geen rijbewijs, dus anders, ik rijd natuurlijk rijden. Maar nu rijden mijn allerliefste, allerschattigste nichtje. Hi Celine. Hi. Wacht, de camera. Nee. Yeah. Ze vinden die leuk om gefilmd te worden. Maar dat is mijn nichtje. Dat is. Concentreren, sorry. Dat is mijn nichtje Celine. En naast me zit mijn neefje Jesper. Hi Jesper. Hoi. Zeg even wat. Oh, zeg nog wat. Ik zeg. Goed zo. Ja. wij zijn net aan de Chinees geweest. Dat ligt allemaal achterin. Dat kun je helemaal niet zien, helaas. Maar we hebben heel veel lekkere shit gehad. En wat ik het lekkerst bij de Chinees vind, is Fuyonghai. Fuyonghai, dat is, hoe kun je dat best uitleggen? Dat is gewoon ei met groente. Nee, er zit geen groente bij. Oh. Ei met slagroom, wat de hel? Ei in ieder geval, geloof ik. Met nog iets erbij. Er zit toch nog iets bij. Nou, in ieder geval, het is fucking lekker. En dan met nasi. En dan doe ik altijd één zo'n saté erbij. Holy shit. Eén saté ding erbij en het is fucking lekker. Maar we zijn hier natuurlijk voor de verjaardag van mijn opa. En mijn opa die zit, misschien wel gezien, die zit hier ook naast. Hoi opa. Ja, hoi. Hallo. Hoi. Gefeliciteerd hè opa. Ja, dankjewel. Ook van iedereen die nu kijkt. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Geweldig. We hebben toch een beautiful chauffeur hier naast ons. Dat is onvoorstelbaar. Alleen nou wordt het een probleem. Oh, nou moet je parkeren. Oh. Gas! Oh, boom. Stop. Hallo. Het is goed gekomen. Wij gaan even naar binnen. Wij gaan lekker Chinees eten. En ik zie jullie straks alweer. Later. Ik sta hartstikke scheef. Je bent scheef. Kijk, je bent scheef. Nee, grapje. Het is toch prima zo? Wacht, ik ga even kijken. Dan kun jij niks aan een beetje meer hier komen. Het lijkt heel tegenstrijdig, hè? Maar je kunt... Dit ga je niet filmen. Ik film dit alleen maar. Van die kant kun je erin. Wacht, dit is... Ja, want ik kom niet verder. Oh ja, inderdaad. Het staat een beetje scheef. Zie je dat? Maar eigenlijk moet ik niks zeggen, want ik kan niet eens rijden. Nee, inderdaad. Dus ik mag niet eens wat zeggen. Ik heb mijn rijbewijs in één keer gehaald, dus ik ben hartstikke trots op jou. Ik ben trots op jou dat je rijbewijs in één keer hebt gehaald. Dat is fucking nice. Nou, wij gaan er binnen. Later. Hi. Hi. Waarom reageer je niet? Oh! ik ben in de achtertuin van mijn opa en oma aan het chillen, joh. Ik zit allemaal nog binnen, visite in ieder geval. Visite, ja, het is mijn oom, mijn tante, mijn nichtje en mijn neefje. En dat is het eigenlijk wel. Ik bedoel, dat is de meeste familie die ik zie. Ik heb trouwens net, zag je trouwens een t-shirt.
aan in de auto. En dat wou ik er kwijt. Je zag net een t-shirt aan in de auto. En die t-shirt heb ik gekregen van mijn oma. Mijn oma die... dat is fucking awesome. Oma die heeft altijd... altijd shit voor ons. Als wij hier komen... En we zijn er niet vaak. Ik denk één keer in de... Wat is het? 2-3 maanden? Ja, ik vaker. Jij niet zo ver. Nee, klopt. Maar ze komen nu ook uit Frankrijk, hè? Ja, oké. Okay. Ze zijn net terug van Frankrijk en neemt ze altijd wat leuke dingen mee. Ja, klopt. Oh ja, dat doen ze inderdaad ook altijd. Als ze dan op vakantie gaan ze gaan altijd naar Frankrijk. En als ze daar zijn geweest, nemen ze altijd souvenirs mee en shit. En 9 van de 10 keer is het niks. Omdat mijn oma natuurlijk dan gewoon van alles pakt en die weet niet wat nu de mode is. Of nee, dat brengt ze anders. Dan haalt ze, oma haalt dan shit. Allemaal accessoires en ik bedoel shit positief dan. Leuke dingen. Tenminste, dat vindt zij. En dan moeten wij dat dragen en dan laten ze dat zien aan ons en dan dragen we dat. En dan zeggen wij van, ja maar oma, dat staat niet. Ja maar dat is de mode hoor, want ik zag het op tv. Want hoe heet die ene presentator, die had dat ook aan. Ja maar dat is niet wat wij cool vinden, oma. Oh, nou echt, weet je het zeker? Weet je zo, en dat is wel episch. Ja, maar nu had ik dus iets heel vets, een t-shirt. Dus mijn oma, die, ik denk, ik heb het gevoel dat... Oh, mijn oma zit te kijken. Hoi oma. Hi. Ik denk dat mijn oma nu doorheeft wat een beetje onze stijl is, denk ik. Nee. Nou, ik denk het wel, want ik heb nou een t-shirt. Nou, ik weet niet, ja, dit is de eerste keer, dus je weet niet. Ja, ik denk het serieus wel. Want ik bedoel, dat shirt was vet, ik vond hem vet. Ik weet niet maar dan heb ik een t-shirtje gekregen en die vind ik dan niet mooi. Alleen voordat ik dan naar Open Oma ga, dan doe ik een t-shirtje aan met een vest. Dus dan zie je het t-shirt toch niet. En dan zegt ze, heb je er wel wat onderaan? Dan doe ik het uit en dan denk ik, oh, ja, wat leuk! Ja. Oh ja, dat ook, hè, natuurlijk. Maar dat doet elke opa en oma. Wel sjaal om, hè, wel dit. En mijn oma die heeft ook wel iets van 5 sjaals bij mij proberen aan te smeren. Maar ik had al 1 sjaal. En dan zegt ze, ja, maar dan heb je een andere kleur. Heel vaak mijn onderbroeken en sokken. En zo. Ja, ik weet niet. Nou, dit is mijn vraag aan jullie. Zet het even in de reacties beneden. Ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie ook zo'n opa en oma, weet je? Die dan gewoon altijd spullen voor je hebben. Of die altijd zeggen van, doe je wel wat warms aan? Doe je wel een sjaal om? Weet je, dat soort dingen. Terwijl het gewoon fucking 20 graden buiten is. En dan moet je nog een sjaal om. Omdat het een beetje kut weer is of zo. Enzo nu, zo, dus die heeft nu een t-shirt aan. Maar het is nu een beetje... Winderig. Winderig. Nee, het is een beetje weer. Maar dan zou oma zeggen... Doe even een jas aan, Enzo. Ja, klopt. Moet je geen sjaal om? 5 minuutjes buiten. Ja, echt. Ja. Maar ja, heb jij dat ook? Heb jij ook zo'n opa en oma? En als je dan ziek wordt, dan krijg je het niet meer van je af. Dus ik zei het toch? Opa. Ja. Vond je het verjaardag leuk? Ik vond het geweldig. Ik ben helemaal verrast door de aanwezigheid van iedereen die mij lief is. Mooi. Ik vond het leuk. Fijn. Sla je mij nou? Wat zeg je? Sla je mij nou? Nee. Je sloeg mij. Ja, je sloeg mij. Enthousiasme. Ik vond het leuk. Dankjewel, opa. Fijn zo. Ik vond het heel leuk. Ik vond het heel leuk. We gaan er nu vandoor. Iedereen gaat weg. Ja. Ramon, doei. 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 Oh, je wilde niet op camera. Sorry. Doei. Doei iedereen. Bedankt voor het kijken. Druk even op het groene duimpje. En tot ziens. Doe het voor mijn opa. Want mijn opa is jarig. Yay. Nou, hij loopt gewoon weg. Oké. Okay. Nou, doei.